De Movina-beweging die heeft zich aan haar woord gehouden, waar ze 2 weken geleden hier waren bij de Huizen Asiana voor een oriëntatie ter plekke. Hadden ze beloofd het een en ander te zullen doen voor Huizen Asiana. En vandaag, zaterdag, hebben zij dan een grootscheepse schoonmaakactie gehouden, waarbij er ook bomen gesnoeid zijn geworden. We spraken er met een aantal personen over dit project vanuit de Movina-beweging. En we voeren u naar het volgende verslag. Asiana-directeur, Huizen Asiana wordt er schoongemaakt. Wat vindt u daarvan? Goedemorgen van mij kant. Ik vind het een prima activiteit. Kijk, vorig jaar hebben we schoongemaakt, maar we hebben gedaan tot waar onze handen konden reiken. En dat was niet al te ver. Ja? We hebben grote bomen die jarenlang niet zijn onderhouden, jarenlang niet zijn gekapt. En nu wordt dat alles gedaan, dus ik vind het geweldig. Ja. Wat moeten ze precies doen voor Asiana of bepalen zij zelf? We hebben afgestemd wat ze gaan doen. En voor vandaag is dat bomen snoeien en het grofvuil opruimen. Later in de week dan gaan ze starten met ongedierte bestrijding. Dus ze hebben zich mooi aan hun woord gehouden. Ja, we waren hier geweest bij de rondleiding. En nu zijn we pakweg 2 weken verder. En we zien dat er daadwerkelijk werk wordt gemaakt van wat er beloofd is geworden. Ja. Door de voorzitter van de Movina-beweging, de heer Toddy. Ja. Maar hoopt u dat het, ik neem aan sowieso dat u niet hoopt dat het blijft bij deze ene actie, maar dat Asiana toch wel vaker opgeruimd wordt? Ja, dat klopt. Ik heb hun nummers, dus ik weet ze wel te vinden als het zover is. Stel dat zij het niet zouden doen, hoe zouden jullie dit dan zelf bekostigen? We zouden bellen, donateurs opzoeken. Het zou op de een of andere manier wel gedaan worden. Ja, want donateurs komen wel in wanneer ik vraag. We gaan op naar de kerstdagen. Komt er een kerstviering bij Huizen Asiana? Jawel, tot nu toe hebben we een paar gehad. Want zoals ik u zeg, donateurs gedenken ons. Onze buur hier, Assyria, heeft ze al 2 keren meegenomen voor een kerstactiviteit. En we krijgen ook nog eentje van Brian Bijlhout. Oké. Ja. Dus tenminste is men Asiana toch niet vergeten? Nee, dat kan ik met... Een brede lach zeggen dat Suriname Asiana niet is vergeten. Had u een kerstboodschap voor de samenleving? Oh jawel. Als we kijken rondom ons kijken zijn de tijden niet zo mooi. De economische moeilijke tijd leven we nu in. Maar desondanks wil ik ieder op het hart drukken. Wees u dankbaar voor wat u heeft. Elke dag dat u het licht ziet is een zegen van de Heer. Wees u dankbaar en... Ja, laten we elkaar helpen en extra liefde geven in deze kerst. Dank u wel, directeur. Wij wensen u ook hele fijne kerstdagen toe. Ja? Samen met de bewoners van Huizen Asiana. Dank u wel. Ja. Fijne feestdagen. We hebben ook de parlementariër hier, die ook niet alleen is komen staan kijken, maar ook meehelpt. Waarom ondersteunt u dit project? Ja, meneer Ganesh. De vraag waarom ik ondersteun, omdat het gaat om een heel goede zaak. Ten meer nog, het gaat om onze senioren burgers. Ja? Als een volksvertegenwoordiger ben ik persoonlijk de mening toegedaan dat het werk niet alleen in het parlement wordt gedaan, maar ook daarbuiten. Ga naar de mensen toe. En dit is een van onze projecten samen met de Movina-beweging. Ik ben zelf als adviseur aangesteld voor de Movina-beweging om daar waar nodig te helpen coördineren. En het lukt tot nu toe heel aardig om onze senioren burgers niet alleen, maar ook de jongeren, ik denk aan een speeltuin voor de jongeren van Hanaslus bijvoorbeeld. Dus daar waar wij onze bijdrage kunnen leveren, gaan wij als Movina-beweging samen met het kabinet van de president, in mijn hoedanigheid als bestuur, gaan wij goede werk blijven doen. Ja. Wat moet men leren uit een dergelijk project? Wat wij hieruit kunnen leren is dat zolang wij op deze wereld leven, hebben we elkaar nodig. Toch, we zijn er voor elkaar op deze wereld. Laten we elkaar ondersteunen. En ik ga het weer aanhalen, meneer Ganesh, dat men niet moet wachten totdat hulp gevraagd wordt. Als jij zelf ziet dat de mensen hulp nodig hebben, bied hulp aan. Dus dat is wat ik wil meegeven. En ik hoop dat het wordt meegenomen door de luisteraars. En ieder die zeg maar een handje wil meehelpen, welkom.
Het gaat, eens willen wij ook oud worden, meneer Ganesh, dus we denken aan onze senioren burger. We zijn er, zoals ik het zei, net aan de directeur van Asiana. We gaan nu op naar de kerstdagen. Had u als volksvertegenwoordiger ook een boodschap voor die samenleving? Oké, laat mij beginnen bij onszelf, meneer Ganesh. We hebben vandaag hard gewerkt met de leden van de Movina Beweging. Niet alleen hard werken, maar wij hebben ook gedacht aan de innerlijke mens. We hebben dan het lekker gegeten met alle leden van de beweging. Maar niet alleen leden, ook personeel van Asiana hebben samen met ons lekker geleund. Ook aan het kant van de komende feestdagen. Dus we blijven het goede werk voortzetten. Ja. En zoals ik u net vroeg, een boodschap voor die samenleving met kerst? Nou, kerst is zodanig ingeburgerd in Suriname. Het is een christelijk feest. Maar iedereen viert mee. Ja, we leven een interreligieuze samenleving. Dus wij gaan ook mee met onze broeders en zusters van het christelijk geloof. Dus laten we elkaar ondersteunen en daar waar wij mee kunnen vieren, waarom niet? Toch? Dus ik zou zeggen, laten wij gezamenlijk feesten, maar op een veilige manier vooral. Ik ben ondervoorzitter van de Movina-beweging en ja, probeer alles te doen wat ten goede van de instellingen, onder andere de mens met een beperking, maar ook mensen in verdrukking, dat we ze tegemoet kunnen komen. Ja. Ook aan u de vraag, wat leert men uit een dergelijk project? Uit zo'n project leert men dat, kijk, er is barmhartigheid. U weet, kerst is in de geest van barmhartigheid. En Suriname zit in een crisis. En men moet de fout niet maken om steeds weer de vorige regering te wijzen of deze regering. Men moet de regering is aan de macht en zij moet ervoor zorgen dat zij actie ondernemen. Nou, daarom heeft de president gemeend om zo'n Movina-beweging die zichzelf heeft aangediend, om die eigenlijk in het leven te roepen. En u ziet het, heel wat activiteiten, bomen onder andere renoveren, snoeien. Maar ook laatst hadden we een speeltuin die ook gerenoveerd werd, alles. En we gaan dit vooral, meneer, dit zelfredzaamheid, dat gaan we promoten. U ziet, de mensen hebben het zelf gedaan. Maar wat wij gaan doen is inspelen, zodat wij ze tools kunnen geven, een kleine training, desnoods wie het nodig heeft. Ik ben ex-LVV'er geweest en dat gaan we oppakken. Want mensen, het is niet zo dat je iemand leert vis geeft, maar je moet de persoon leren vissen. En dat misten we steeds in de jaren die voorbij zijn. Mensen kregen een pakket, toch? Er is miljoenen, miljarden, 4 miljard geleend, maar u ziet, alles deplorabel. Als men alleen maar 50 miljoen van de leningen had besteed aan instellingen die mensen opvangen, zou vandaag al die instellingen zelf kunnen voorzien. Dus we gaan in de consumptieve sfeer. Ja, het was in de conceptieve sfeer. Wij proberen de voorwaarden te scheppen. Kijk, door zo'n boom bijvoorbeeld te snoeien, hebben die oudjes dan daar frisse lucht, zonlicht, alles. Maar ook hier. En ik zou de jongeren vooral van Suriname willen triggeren. Van kijk, u ziet meneer Murtabat, meneer Todi, ik. Wij zijn al boven de 50. De jongeren moeten activiteiten gaan ontplooien. Maak een groep. Regel een vereniging. En ga en doe barmhartig werk. Vraag donaties. Dat als men ziet wat je allemaal doet, dat het goed is, ga je donaties krijgen. Begrijpt u? En niet zitten en regering moet de jongeren ook gaan verzorgen. Maar dan heb ik een wakknaptapa, ukufa strati, regering no boendis dat. Ating dat psakba. Ating fu roko konu. En samen gaan we het redden in dit land. Ik ben geestelijk adviseur van de president. En wat zegt God? Bid en werk. En dat vind ik dat de meeste kerken hun mensen moeten gaan leren. Bid,
maar ook ga werken. Ga ook werken. De masjid, de mos, de mandirs, allemaal. We zijn één en we moeten Suriname weer boven water helpen. Wat zou van uw kant uit als ondervoorzitter, maar ook als geestelijk adviseur, uw kerstboodschap zijn voor de samenleving? Kerstboodschap is een boodschap van hoop. Christus Jezus werd gestuurd op aarde door God. Hij is geboren geworden in een stal, toch, waar het niet zo representatief was. Maar hij is bovenop gekomen. Hij heeft actie ondernomen en hij heeft met God grote dingen kunnen doen. Wat ik nogmaals zeg, mijn kerstboodschap is: laten we het jaar 2023 gaan inluiden als een jaar van: ik ga ook iets betekenen voor mijn samenleving. U weet wat Amerikanen zeggen: vraag niet wat ik van mijn land krijg, maar vraag wat ik voor mijn land kan doen. Asiana, vraag wat jij voor Asiana kan doen. Wij geven een voorbeeld en zij moeten dan straks overnemen. Voorzitter Toddy van de Mofina Beweging, u heeft zich aan uw woord gehouden. Nou, ik heb mijn best gedaan. Het is niet makkelijk om je aan je woord te houden, maar het is gelukt. Met wie worden de werkzaamheden uitgevoerd, in samenwerking met wie? In samenwerking met het kabinet van de president, toch? Ja. Dus. En de manschappen die de werkzaamheden doen, zijn dat manschappen van openbaar grond? Manschappen van leden van de Mofina Beweging en een paar leden van Huis Asiana zelf, die hebben meegeholpen. Ja. Ja. Dus Mofina Beweging heeft hardwerkende mensen? Nou, ja, natuurlijk. Mofina Beweging onder leden van Franklin Toddy heeft hardwerkende mensen en de technische dienst van de Huis Asiana heeft ook flink geholpen. Dus daarmee hebben we het kunnen doen. Ja. Wat hielden de werkzaamheden onder andere in bij Asiana? Nou, dus voor vandaag hoor. Voor vandaag hebben we bomen gesnoeid, grofvuil opgeruimd en dat is het voor vandaag. En dan komen we komend week weer op resterende bomen die we moeten nog snoeien en opruimen. Grofvuil en dierenbestrijding, zoals we hadden beloofd van het jaar. Ja. En dan volgend jaar weer samen met de leiding kijken wat jullie verder kunnen doen. Ja, natuurlijk, maar we hebben ook andere projecten. Kijk, we kunnen niet blijven hangen op Huis Asiana. Er zijn tal van projecten, mensen die oproep doen op de Mofina Beweging of voor hulp. Dus de roep voor de samenleving, Biggie Tumsi. Dat is mijn actie. Dat is mijn actie voor aan de Mofina Beweging. Meer dokterskaart, meer hulp van rolstoelen, meer hulp van percelen, meer hulp van eten, goederen. Dus aroep begin voor dus maar. Ja, dus Mofina Beweging is in het leven geroepen, maar we kunnen niet samen alleen doen, we moeten het samen doen. Maar gaan jullie aan alles wel wat men vraagt, gaan jullie daarin kunnen voorzien? We moeten samen gaan werken met de ministeries, toch? Zoals sociale zaken, hoe heet het weer? Allerlei ministeries moeten samen gaan werken, openbare werken, LVV. Dus er moet een samenwerking komen. Er moet een samenwerking komen. Ja. Ik heb aan iedereen eenzelfde vraag gesteld, ook aan u. Wat leert u uit een dergelijk project? Heel veel. Heel veel. Ik leer om sociaal te blijven. Ik ben al sociaal bezig. En dat doe ik met hart en nieren. Ik leer om mensen te waarderen van wie ze zijn. Dat leer ik uit zo'n project. Uw kerstboodschap, heer Toddy, als voorzitter van de Mofina Beweging. Mijn kerstboodschap. Laten we het goede doen en het negatieve achterwege laten. Doe wat je vandaag kan doen. Wat je morgen kan doen, probeer het toch vandaag te doen. Dan heb je een deel van, van de rest gedaan voor morgen. Dus wat je vandaag kan doen, doe het. En wat je morgen kan doen, probeer het vandaag te doen. Want je weet nooit wat morgen teweeg kan brengen. Tiana Seller. Oké. Ja. Ja. Goedendag, mevrouw. Wat vindt u van de actie van de Mofina Beweging? Ik vind het heel, heel goed en heel prima. We zijn heel blij daarmee. Ik zie u met een hark zitten, dus u hebt ook meegeholpen? Jawel, zeker. We hebben lekker gegeten, lekker gedronken. Dat vind ik het leuk. Ja. Ik ben blij, dank de heer daarboven. Ja. Waarmee heeft u geholpen? Om te helpen harken. Helpen takken weghalen. Dat was het. Ja.
U voelt zich lekker dat u hebt kunnen meehelpen zo? Jawel. Want ik werk al 20 jaar alleen als Aziane. Okay. Wat is uw functie hier? Wat doet u hier? Ik ben interieur. Ja, interieur. En dat andere organisaties dus komen meehelpen, dat vinden jullie dus prachtig? Ja, ik vind het heel leuk. Glenn Neslo. Ja, heer Neslo, waarmee heeft u vandaag geholpen? Met bomen snoeien van alles. Opruimen. Ja, dat is het zo een beetje. Ja. En wat voor gevoel geeft het u dat u op deze wijze toch uw bijdrage kunt helpen leveren? Nou, het is leuk om te zien, om te komen helpen waar er oudere mensen zijn die in het verleden wat hebben betekend voor het land. En dat je de mensen wat teruggeeft om te komen helpen met opruimen. Dus ik ga terug met een bevreden gevoel weg. Ja. Wat zou je aan andere jongeren willen zeggen? Andere jongeren willen zeggen. De man loopt een voorbeeld voor mij. De man af, doe ze mee, doe maar. In de man, omgeving kijken, waar ze kunnen helpen. Ja, waar ze kunnen helpen, ja. Dan denk ik dat we ver komen. Ja.